81 en raakte in één keer weer tot over zijn oren verliefd. Zo verliefd dat hij meende dat alle liedjes op de radio over hem gingen. Mooi zei toen, een mooi verhaal, Oscar, leuk. Alleen mijn opa, die heeft op zijn 85ste een nieuw lief gescoord. Zo'n meisje van 55, zo'n 30 jaar jonge poppen Mieke. En op zijn 92ste heeft hij die weer gedumpt met de woorden: ik voel het niet meer. Maar we vroegen ons wel af, kan dat eigenlijk wel? Kan je wel verliefd raken als je 70 bent, als je 80 bent? Of zit je gewoon weg te kwijlen achter de geraniums? Dat is helemaal dat. En stel dat ik het echt leuk vind, hoe laat ik dat dan blijken? Naboren. Lipboren? Mag ik? Ja? En 44% van de 65-plussers voelt kriebels bij denken aan een oude liefde. 52% is nog samen, dus 48% is alleen. Ja. Vrouwen die leven gemiddeld langer dan mannen, dat wil dus zeggen. In Nederland zijn 334.000 bejaarde vrouwen alleen. Dus we zitten op onderzoek uit te gaan. Want ze zeiden stuk voor stuk tegen ons: wil je echt begrijpen hoe wij de liefde voelen, dan moet je terug naar de tijd waarin wij de liefde leren. Ja.